Vanuit Vroomshoop, vanuit de Lindenlaan in Vroomshoop. Deze eerste zondag van Advent, want het is Advent. En zoals je ziet, wij zijn er helemaal klaar voor. De Adventster die hangt alweer en het stalletje is er een beetje vroeg, maar die staat er al onder. Advent, de voorbereiding op kerstfeest. We zijn onderweg naar kerst en de kerst wordt dan vaak heel groot uitgepakt. Daar zijn we druk mee bezig. Kerstbomen en lampjes en kerstdiners en kerstdiensten en ga ze maar door. En ja, Advent, ja, Advent is Advent, hè? In heel veel kerken wordt er een keer elke week een extra kaarsje aangestoken en ja, dat is het dan. Wat moet je er verder mee? Is jammer, want Advent is een bijzondere tijd. Het is een tijd van wachten, een tijd van voorbereiden op datgene wat gaat komen. En weet je, de Adventsperiode brengt ons bij kerst. En dat is mooi, maar het is niet zo dat we dan net doen alsof de Heer Jezus opnieuw geboren wordt. Dat is niet zo. Hij is 2000 jaar geleden is hij geboren in Bethlehem. Maar diezelfde Heer Jezus die toen werd geboren, die is gestorven op Golgotha, is opgestaan uit de dood. Die heeft gezegd, vlak voordat hij naar de hemel ging, maar ik kom weer terug. Weet je, en wanneer we in Advent zijn, de periode van Advent, dan leven we in een periode van verwachting. Want dat is Advent, het bepaalt ons bij de verwachting van Jezus. Dat is wel heel mooi. Zeker ook in deze tijd van pandemie en van chaos in de wereld, dat we ja, hoop mogen hebben als gelovigen. Want Jezus komt terug. Nou, weet je, om dat een beetje met elkaar te beleven, ga ik in de komende Adventsperiode elke avond een korte video online zetten met daarin een meditatie over Advent. Vandaag beginnen we ermee en ik lees met jullie vanavond uit Jesaja. Jesaja 2 en daarvan de eerste 5 versen. Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos. Het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten wij leven in het licht van de Heer. Tot zover woorden uit Jesaja 2. Jesaja was een profeet die leefde nou een dikke 700 jaar voordat de Heer Jezus werd geboren. Een profeet die, laat ik eens beginnen, wat is een profeet? Een profeet is natuurlijk gewoon een dienstknecht van de Heer. Een dienaar van God, iemand die Gods woorden mag doorgeven. En vaak denken we bij profeten, bij profetieën aan dingen aangaande de toekomst. Dat ze de toekomst voorspelden. Dat gebeurde ook zeker. Een profeet mocht niet zelden ook namens God iets doorgeven over de toekomst. Maar dingen die een profeet vertelde, die hadden ook zeker iets te zeggen over de tijd waarin die profeet zelf leefde. En vaak zie je dat in het leven van de Heer Jezus bepaalde dingen vervuld werden, dat er nog eens een keer wat open blijft staan. Iets van een profetie wat, nou, ik geloof, vervuld gaat worden als de Heer Jezus straks terugkomt. Een profeet is niet alleen maar iemand die iets zegt over de toekomst, maar ook iemand die namens God Gods woorden doorgeeft aan ja, de mensen rondom hem heen. Die ook de tijd waarin de profeet zelf leeft, duidt in het licht van Gods woord. En dat doet Jesaja natuurlijk ook. En midden in een tijd van onrust voor Israël, mag Jesaja niet zelden woorden van hoop doorgeven. Woorden van hoop die laten zien dat God betrokken is bij zijn kinderen. Die laten zien dat er mooie dingen in het verschiet liggen. Weet je, zoals het ook in deze tekst, hè? Jesaja 2. En
waarin dan staat dat eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. En die prachtige tekst, hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun spieren tot snoeimessen, en geen volk zal het zwaard trekken tegen een ander volk. Wat zijn dat bijzonder mooie woorden, hè? Woorden waar je als mens vol verlangen naar kan kijken. Een tijd die gaat komen dat er geen oorlog meer is. Een tijd die gaat komen dat er geen ellende meer is. Geen strijd meer is tussen mensen. Weet je, daar kijkt elk mens naar uit. En niet zelden is ook gewoon door mensen geprobeerd om deze woorden waarheid te maken. Ligt ook aan de basis, hè? Dit verlangen ligt aan de basis van de Verenigde Naties. Dat volken samen zullen optrekken, hun geschillen zullen uitpraten en niet met oorlog elkaar zullen bestrijden. En eens te meer blijkt hoe goed dat verlangen ook is dat we mensen dat niet kunnen brengen. De wereld is helaas niet maakbaar. We kunnen niet, hoe graag we ook willen, alle dingen naar onze handen zetten. We hebben iemand nodig die de boel recht komt zetten. We hebben iemand nodig die de boel nieuw gaat maken. En het mooie is, Gods woord belooft dat die persoon gaat komen. De Heer Jezus is namelijk de vredevorst. De koning van de vrede. En hij zegt dat wanneer hij komt, alle dingen nieuw zullen worden. Dat er geen strijd meer zal zijn, geen rouw en geen pijn. Er zal vrede, er zal shalom komen. Weet je, en daarna zijn we onderweg. Wanneer we leven in deze periode van advent en van verlangen, dan mogen we uitkijken naar de wederkomst van de Heer Jezus. Die zegt van, ja, maar als ik kom, dan zal alles nieuw worden. En ook deze woorden van Jesaja, die zullen dan compleet in vervulling gaan. Er zal vrede komen. Van zee tot zee, van pol tot pol. Elk mens. Er zal geen oorlog meer zijn als de Heer Jezus alle dingen nieuw heeft gemaakt. Weet je, daar mogen we naar uitkijken. Advent is een periode van verlangen, van verwachten. En wij verwachten Jezus, de koning van de vrede. Tot zover voor vandaag. Morgen weer een nieuwe video. Tegen 7 uur is hij online en ik hoop je dan morgen weer te zien. Ga je goed, God zegen en tot morgen.